Langzaam maar zeker komen de vakanties in zicht. En door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we er ook steeds meer op uittrekken. Dus dat gaan we doen. En als je nog wel wat goede tips kunt gebruiken voor uitstapjes, luister dan naar Carla Bierma van Visit Flevoland. Carla, goedemiddag. Goedemiddag. Waar moeten we naartoe? Nou, het zijn tips waar je eigenlijk de hele zomer naartoe kunt gaan. Dus het is niet echt speciaal voor dit weekend. Het gaat eigenlijk over beeldende kunst. Nou, beeldende kunst kun je natuurlijk zo groot of klein maken als je wilt. Hè. We kennen natuurlijk onze welbekende Land Art in Flevoland. Dan heb je het wel over hele grote beeldende kunst. Of kunst in de open, in de buitenruimte. Maar het kan ook op wat kleinere schaal. Want zo opent aanstaande zondag opent voor de 17e keer alweer het Natuurkunstpark in het Natuurpark in Lelystad. En dit is een initiatief van de kunstenaarsvereniging Flevoland. En misschien ben je er wel eens geweest. Als je dan door het natuurpark loopt, dan kom je ook allerlei kunstwerken tegen. En ze doen het dus al voor de 17e keer. En deze keer is het thema signalen. En ja, dit, wat je nu op de achtergrond ziet, is een foto uit vorig jaar hoor. Maar signalen gaat over dat, nou ja, dat iedereen eigenlijk wel signalen voelt of opmerkt. Hè, die over een tijd dan de toekomst gaan bepalen. Zo had je bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog of tijdens de Wereldoorlog kon je de signalen ook al daarvoor voelen eigenlijk in wat er in Oostenrijk plaatsvond. Nou, dat is wel even heel ver weg. Maar op dit moment zijn er ook signalen bijvoorbeeld in de natuur of in het klimaat. Die dus grote invloed kunnen hebben in de toekomst. En kunstenaars, er zijn 20 kunstenaars die hebben zich daardoor laten inspireren, die signalen. En die hebben daar een aantal kunstwerken van gemaakt. Nou, die kun je dus de aankomende periode gaan bewonderen. Deze expositie start dus zondag en die is nog tot 1 november te bewonderen in Natuurpark Lelystad. Maar ook in het Odeonpark. Ze hebben het dit jaar opgesplitst, dus ook in het Odeonpark in Almere kun je een kunstenaarsroute volgen. En deze is samengesteld door de kunstenaars in samenwerking met de bewoners rondom het Odeonpark. En het Odeonpark, vroeger was daar het Museum de Paviljoens gevestigd. Hè? Dus dan weet je een beetje waar je het moet zoeken. Mm-hmm. En deze kunstenaars hebben zich laten inspireren door gesprekken met de bewoners. Dus in gesprekken vang je natuurlijk ook altijd allerlei signalen op. En op basis daarvan hebben zij zich dus laten inspireren en kunstwerken gemaakt. Nou, deze expositie die wordt volgende week, dus 11 juli, wordt die op zondag officieel geopend. En die is dus dan ook te zien tot 1 november. Nou, verder hebben we weer een week later wordt de officiële kunstroute op Schokland geopend. Dat is een onderdeel van het festival Zomer op Schokland. En het thema hier is dichter op het water. En de kunstenaars hebben zich laten inspireren door dit thema. En deze route die kun je dus lopen over het eiland Schokland. Dus hij start bij het museum en dan ga je zo met de route over het hele eiland heen. Nou, deze is ook te bewonderen tot eind september. En op het museum, op het plein, zeg maar, op Schokland, daar is ook voor de kinderen een speciale kinderkunstroute samengesteld. En die is ook door kinderen, beeldende kunst is gemaakt. Dan hebben we in Zeewolde ook altijd nog een kunstroute, die is blijvend. En dat zijn verschillende kunstwerken in Zeewolde zelf, maar ook. Het loopt ook door het Horsterwold. Dus, en natuurlijk langs Sea Level. Dat is een van de Land Art objecten. Die expositie is daar eigenlijk het hele jaar door te bewonderen. Dus die kan je altijd lopen. En wil je nou echt nog op veel kleinere schaal beeldende kunst bekijken, dan kijk even op onze website. Dan kun je selecteren op beeldende kunst. En dan zijn er ook allerlei galerieën. Bijvoorbeeld Klein-Afrika in Noordoostpolder. Die heeft ook een beeldentuin. Dus er zijn wel meerdere galerieën in Flevoland die je kunt gaan bezichtigen waar ook beeldende kunst is. En veel kunst in de buitenlucht. Ja, beeldende kunst in de buitenlucht. Ja. Dat is heel erg mooi. Carla, dan kunnen we erop uittrekken als het een beetje aardig weer is zoals dit. Het is heel geschikt weer eigenlijk ook daarvoor. Hè? Ja, inderdaad. Of als het regenachtig is, kan je ook naar de galeries. Ja. Carla Bierma van Visit Flevoland. Bedankt voor al deze tips. En je zei het al, terug te vinden op de website van Visit Flevoland. Ja, klopt. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.